Next race will be Chicks of BMX in the age of 13 years old. Oftewel meiden van 13 jaar. On the gate, ladies and gentlemen. Voor CET Raalte, Donita Walburg. Elm, Susanne Hoogakker. Voor Nederlandsvaart, Ellen Kok. Voor Putten, Sanne van der Poel. Apeldoorn, Lucinda Tuithof. Amazoje, Anja Jacobs. Voor de Heidecup, Wietske Bloemhof. En finally voor de locksmitters met een super applausje, een van de initiatiefnemers, hersentumoren.nl, René Planting. Dames, meiden, veel succes. Ja, watch the gate, watch the light. En natuurlijk gun je iedereen natuurlijk de provinciaal kampioenschap. Maar René Planting zou er vandaag natuurlijk met stip voor in aanmerking mogen komen. Maar er zit er gewoon eentje tussen die één of twee klasses beter is dan de hele rest van het hele zwikkie. Hier vrijkomend voor de Heideclub, dames en heren. International Rider is Wietske Bloemhof uit het Friesland. Op de grote wielen deze al goede zaken. Maar ook hier vandaag op de kleine wielen laat ze opnieuw zien dat zij een zeer geduchte tegenstander is. Met 9,22 of 2. En een die voor mij ook een hele mooie prijs is. René Planting, jawel, DVO Haaksbergen. En in dat hele mooie shirt wat iedereen mag staan, dames en heren. www.stophersentumoren.nl. René, gefeliciteerd met je tweede plaats en natuurlijk...